hoe ver denk je dat dit team het nog kan gaan schoppen? Waarschijnlijk verder dan we aanvankelijk gedacht hadden toen we aan dit seizoen begonnen. We staan nu al een tijdje tussen de gevestigde top 4 in. De doelstelling was om aan te sluiten bij die top 4. Na 2 maanden competitie, ongeveer oktober, november, lijkt het erop dat we eigenlijk de aansluiting al bewerkstelligd hebben. Alleen, de competitie duurt nog 4 of 5 maanden, inclusief play-offs. Dus voorlopig ziet het er goed uit. Voorlopig lijkt het erop dat we mee kunnen doen met die gevestigde top 4. Alleen, dat zal aan ons zijn om dat de komende maanden met name om dat te bevestigen. En te zorgen dat we daar bovenin blijven bij die ploegen. We hebben het voor de wedstrijd eventjes gehad over waar Feyenoord nog op moet verbeteren. Toen zei je, we missen nog wat rebounds, we controleren de rebounds nog niet helemaal. Apollo pakt vandaag 8 offensive rebounds. Ben je daar tevreden mee? Nee. Bij rust was ik een stuk meer tevreden wat dat betreft. En, ook al was het eerste kwart zeker niet goed. Maar toen viel er niet zo heel veel te rebounden omdat beide ploegen erg veel scoorden. Hoge scoren. Ik was niet tevreden over de defense in het algemeen in dat kwart. Maar rebounden bij rust, dat was oké. Okay. Het was geloof ik 24 voor ons en 10 voor Amsterdam. Iets dergelijks, zo Apollo. Het derde kwart was nog steeds een goed kwart. En ergens in het begin vierde kwart stonden we op 30 punten verschil. Tot dat moment was ik tevreden. Wat daarna gebeurde was ik een stuk minder tevreden. De balverliezen die waren er ineens weer. 6 stuks in het vierde kwart. We lieten Amsterdam Apollo toe om aanvalsrebounds te pakken. En uiteraard, goed, maar dat is misschien. We gingen ook wat meer missen. Met het gevolg dat Apollo te veel rebounds pakte uiteindelijk. Want het is wel een hamerstuk geweest voor de wedstrijd. Jongens, dat rebound dat moet dus echt, echt beter gaan. En als je met alle respect naar Apollo kijkt, dan was dat niet voldoende vandaag. Nee. En stel je nou voor, je krijgt die rebounds onder controle. We hadden het er net over, we hebben eigenlijk al de aansluiting tot de gevestigde top 4 gevonden. Hoe ver denk je dan, ja, wat kan je met dit team allemaal gaan halen? Denk je dat je prijzen kan gaan pakken? Weet je, ik denk dat we als organisatie tevreden moeten zijn met elke gewonnen wedstrijd. En elke gewonnen wedstrijd als een prijs zien en dit eerste jaar. En dan gaan we na afloop van dit seizoen gaan we eens kijken of we die gewonnen wedstrijden in een hoofdprijs om kunnen gaan zetten. Dit jaar lijkt me niet... Nee. Het zou mooi zijn, maar niet per se het realistisch of een hoofddoel per se. Nee, dat lijkt me niet. Dat kijkende naar de concurrenten, de gevestigde top 4. Laten we ons gelukkig prijzen met elke overwinning die we pakken. Want voor de duidelijkheid, wat hebben we 6 van de 9 wedstrijden hier gespeeld. En dat zegt natuurlijk ook al een heleboel. We moeten straks wat vaker on the road spelen. Dus de uitwedstrijden. Dat zal een stuk pittiger zijn. Nogmaals, elke gewonnen wedstrijd, maar zeker uit, dat is een prijs waard. Dan wens ik je veel succes on the road en dan zien we elkaar snel weer.